Oké, hele goede morgen allemaal weer. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik moet even natellen. Maar hier is nu even iets heel geks aan de hand. Want jullie gaan natuurlijk, een deel van jullie, 9 personen, die gaan straks voor de foto. Ik zou echt fijn vinden als iemand dat zelf even aangeeft. Oh, we moeten nu weg, hè. Wie zou dat willen doen? Ja, oké, toppie. Dus wat er nog meer gek wordt, is dat ik vandaag met jullie ga doen, 1.3. Want jullie hebben dus, 1.1 over dat je snelheid gaat meten op allerlei manieren. En 1.2, dat ging dus over grafieken en dergelijke. Precies, de XT-grafieken. En 1.3, dat gaat over snelheidsgrafieken, dus de VT-grafieken. En ik doe net alsof we dat al gehad hebben. Dus oké, nu gaan we een beetje in de war raken. Maar dit zijn al de dingen die je dan zo meteen, als jullie terugkomen van de foto. Hij staat nog aan, hè? Als hij uit. Als jullie zo meteen van de foto terugkomen in de tweede lesuur, gaan we dit allemaal behandelen. Dus je mag nu heel snel kijken wat het allemaal is. En je mag ook zeggen, ik begrijp er echt niks van, want het is allemaal veel te snel, dat klopt. En dan gaan we het nu hebben over iets dat heet significantie. Wat is je vraag? Ja, welke dag is het? Ja. Wat zeg je? Op welke dag? Die SO, ja, dat zal dan precies een week later, dus ook op de donderdag zijn, omdat we dan hier zitten. Anders zitten we in een gek. Welke week is het? Volgende week. Okay. 7 dagen. En het gaat over de eerste, tweede en de derde paragraaf. Oké. Deze les gaat dus over iets dat heet significantie. Soms zie je wel eens een of andere reclame. Ja, of je zet snel weg. Maar dan hebben ze dus een of andere meneer of mevrouw die heeft dan een witte jas aan. En dan zegt ze, nou testen geeft aan dat het significant beter is. Een significant is een wat daftig woord om te zeggen dat het echt heel duidelijk en betekenisvol anders is. Kijk, als je 2 sporters hebt die bijna tegelijkertijd over de streep komen, dan kun je eigenlijk zeggen dat ze even snel zijn. Zeker als het een race is die heel lang duurt. Bij Tour de France, als we met z'n allen over de streep komen, dan is het, dan krijg je dan op dezelfde tijd. Dus jullie zijn niet significant of echt waanzinnig veel sneller dan de ander. Het heeft eigenlijk geen betekenis om al die secondes van die anderen allemaal te nemen. Ja, dus significant is dat het echt daadwerkelijk veel meer of veel anders is. Oké, dan denk je, waarom zou ik dit willen weten? Dit is de vraag die ik in de derde klas heel vaak hoor. Ja, met antwoorden, hoeveel decimalen? En misschien dat jullie ooit bij wiskunde of andere vakken deze vraag hebben gesteld. Maar natuurlijk heb je de vraag misschien ook wel gesteld, hoeveel decimalen? En dan kreeg je eigenlijk een heel... doe maar 2, of weet ik wel wat. Er zit geen logica achter. Waarom 2? Waarom niet 3? Waarom niet, weet ik veel. En dan krijg je weer het licht aan. En zometeen weten jullie misschien nog steeds niet waarom dit zo is. Maar ik ga jullie eigenlijk in het begin een truc aanleren van zo moet je antwoorden. En dan gaan jullie, als jullie dat kunnen, gaan jullie alle punten volle bak binnenkrijgen. En daarna pas ga je afvragen van hoe zit dat? Waarom eigenlijk? Maar dan hebben jullie de punten al. Goede afspraak, of niet? Wie is geen punt? De vorm van je antwoord ligt eigenlijk aan een paar dingen. En je moet een beetje kijken naar die cijfertjes die in de opgave staan. En de 1 is, die getallen die ik zie staan, zijn dat meetwaarden? Ja of nee? Of zijn dat waarden die niet gemeten zijn? Ik zal je zo laten zien wat voor andere waarden er zijn. En ben je aan het optellen en aftrekken? Of ben je aan het vermenigvuldigen en aan het delen? Deze en deze, je hebt net even een andere manier van je antwoord weergeven. Andere regels. Deze zie je veel meer bij natuurkunde tevoorschijn komen. En deze zie je straks bij scheikunde. Omdat je bij scheikunde heel veel dingen bij elkaar afhaalt en dergelijke. Wordt dit belangrijker bij scheikunde. En heel vaak hebben we dit bij natuurkunde. En een klein beetje dit is. Oké. Getallen. Getallen. En die kunnen dus significante cijfers en decimalen bevatten. Oké. We weten nog steeds niet wat het betekent.
Maar ze kunnen decimalen, dat weten jullie, dat zijn dingen die achter de komma staan. En getallen, zeg maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dat zijn 7 getallen. En waar had ik 1, 2, 3, 4, hè? Dan heb je de 4 voor de komma en je hebt de 3 achter de komma. En die 3 achter de komma, dat zijn de decimalen. En die moet je dus uit elkaar halen. Dus als je gaat optellen of aftrekken, kijk naar het aantal decimalen. Of er heel veel dingen voor de komma staan, who cares? In het antwoord althans. En als we gaan vermenigvuldigen en delen, dan kijken we gewoon naar alle cijfers die er zijn. Oké, okay. Goed, dit gezegd hebbende. Ja, dan denk je, waarom heeft hij er nou een rechthoekje en een driehoekje? Nou, een driehoekje, decimalen. En ik wil namelijk, als ik straks op het bord wat ga schrijven, een voorbeeld, dan doe ik zeg maar zo'n rechthoekje en dan zet ik daar het aantal significante cijfers in. En dat driehoekje doe ik dat ook maar een aantal decimalen. Is dat nodig? Nee, het is absoluut niet nodig. Ik heb het zelf bedacht voor mezelf om het net even iets handiger te maken. Ik zeg, rot op met die driehoek en die rechthoek. Prima. Ja, dit is mijn manier. Misschien dat het helpt. Misschien dat je het even in het begin gebruikt en dat je nou dan denkt, tijdverlies. Oké, ik had het net over meetwaarden. Oké, natuurkunde is een vak wat heel veel doet met meten. We meten de snelheid, we meten de lengte, we meten zeg maar het volume. Het zijn allemaal dingen die je gaat meten. En als je iets gaat meten, het probleem is dat de meting die je doet, is even goed als de persoon die hem doet natuurlijk. Maar uiteindelijk draait het om zeg maar dat ding wat je gebruikt. Als ik een stok heb van een meter en ik ga deze kamer meten, dan kom ik bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5 en misschien nog een halve meter. Dan kan ik zeggen ik heb 5,5 meter. Maar dan kan ik alleen zeggen ik heb 5,5 meter. Maar als ik mijn geodriehoek pak, dan zou ik ook millimeters kunnen doen. Tenminste als ik die geodriehoek goed neerleg. Zie je dus, er is een heel verschil als ik zeg maar met een stok van een hele meter gaan werken, dan meet ik, ja, dan kan ik alleen maar zeggen het is 5 of 6 of misschien zelfs 5,5. Deze hier, die schat ik een beetje af, weet niet helemaal zeker. Maar als ik dus met een millimeter, met een centimeter ga werken, dan kan ik zeggen van 5,123 en misschien kan ik hier nog zeg maar iets achter zetten. Zie je, deze is veel, veel nauwkeuriger dan deze. Hier doe ik eigenlijk maar wat met die helft. Dus als je met meetwaarden gaat werken en je zegt van ik heb echt perfect gemeten en je bent alleen met zo'n surferstok van de meterwezen meten, dan ben je niet echt heel nauwkeurig. Dus die meetwaardes, daar moet je dus eigenlijk, moet je niet zeggen dat je waanzinnig nauwkeurig hebt gemeten, want dan gaan die mensen die denken van ik ga het tapijt leggen en die komen dan aan met iets van 5,5 en die moeten dan heel veel weggooien. Of te komen met te weinig. Dus die meetwaarde, het is heel belangrijk of de meetwaarde is of het is exact. Oké, en dan hebben we het over niet gemeten waarde. En dan heb ik het, een meetwaarde is bijvoorbeeld die 1,2345 meter. We hebben het over zoveel seconden, zoveel liter of zoveel centimeter. De wetenschappelijke notaties. Hè? X, x keer 10 tot de achtste. Kan ook zijn x, xx. Of heel veel dingen achter de komma. Maar in ieder geval, kenmerkend is dat je iets voor de kom hebt staan en 10 tot de achtste. Okay. Het is geen harde wet, soms staat hier een 0 voor de komma, soms staat er een 1 of 2 voor. Niet gemeten waarde is gewoon aantallen. Zoals ik heb 1 mens, 4 taten, een dag. Bereken voor mij hoeveel, zeg maar als ik een snelheid heb van dit, hoeveel meter heb ik gelopen in 1 dag. Dus eigenlijk zeg ik, ik heb 1 dag en dat is de dag. Dus dat is 24 uur keer 3600 seconden. Het is gewoon that's it, dus niet gemeten. Ik zeg je dat die dag moet zijn. Een vaste waarde dat je pi hebt, dat is 3,14. In sommige weten al die cijfers uit hun hoofd die er komen. Ik niet, ik vind 3,14 al heel erg gaaf. En cijfers die in een formule staan. Soms krijg je een formule 1 gedeeld door t. Dit zijn allemaal waarden die zijn niet gemeten. En die hebben dus ook een andere betekenis. Zeg maar die dingen die achter de komma staan. We gaan nu kijken naar het aantal cijfers en het aantal decimalen. Oké, ik heb hier voor al deze dingetjes heb ik
zeg maar, deze dingen neergezet en zo meteen als een knop drukt, dan poef, dan schiet naar voren. Hoeveel cijfers dit getal heeft. Dus ik nodig je uit om dat nu even voor jezelf te doen. Ik geef je even een minuutje om dat even te checken. Want ik ga natuurlijk niet voor je zeggen, hè? Ik ga niet voor je. Nee, ik ga niet voor je. Dus je mag het even overleggen met elkaar van, ik vind dat hier 27 staan, want als ik dit allemaal bij elkaar optel, dan kom ik bij 27. Kan natuurlijk, is een strategie, ik weet niet of het goede is. Maar check hem even. Er zitten een paar die zijn raar. 0 en 6. 9 en 6. 1, 6, 7, 8. Zijn er dan mensen die ruzie met elkaar krijgen omdat ze een enigheid hebben? Nee? Zal ik? Ene maal. Andere maal. Hartstikke klats. Oké, zijn er nou waarden waar je het nou helemaal mee oneens bent? Laat me weten. Ja, de eerste, ik snap dat niet. Waarom staat er 5 als cijfer? Is dat gewoon het aantal cijfers in totaal? Ja. Oh. Dus, zeg je kant cijfer, dus gaat gewoon naar 1, 2, 3, 4, 5, 5 dingen. Hoppakee, 5 dingen. Die komt maar, who cares? Dan bij die andere decimalen is gewoon, wat staat er achter de komma? Dat zijn de 4 dingen. Nou, bij deze, dit zijn de 3, oké, en die staan de 2 achter de komma. Bij deze is het een beetje raar. Want er staan inderdaad 6 dingen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 achter de komma. Maar, deze hier, dat zijn er maar 3. En dan komt iets dat heet voorloopnullen. Dus deze nullen, die hebben eigenlijk helemaal geen waarde. Dus eigenlijk lucht. Want ik kan hartstikke leuk, als ik hier zo zeg maar die komma hier zo achter zet, dan hou ik over 1, 2, 3, moet ik natuurlijk wel keer 10 tot de 6e achter zetten. Maar dan hou ik er maar 3 van die kringen over. Dus die nullen die ervoor staan voor de cijfers, dat zijn eigenlijk windeieren. Daar heb je niks aan. Ja, dus deze. En deze, ja. Zou je zeggen, nou, dit telt ook mee. Nee, dit telt niet mee. Dit telt niet mee. Dat, is, ja. Dat zijn eigenlijk die windeieren die hierin zijn gestopt. Lege nullen zijn dat. Oké. Nou, en hoe zou dat hier werken? Hoeveel significante cijfers of hoeveel significante decimalen zouden dit soort niet gemeten waarde hebben? Lemniscaat. What? Nee, lemniscaat is ook wel het teken voor oneindig. Dus eigenlijk als ik hier 1 heb staan, staat er eigenlijk 1,000000000. Dus die nullen die erachter staan, die hebben wel weer een waarde. En dus als ik hier... Nou, gaan die nullen die daar bij de meetwaarde erachter staan, dan niet... Sorry? Waarom zijn de nullen die dan bij de meetwaarde bij zo'n getal staan niet meetellend en die bij daar bij je niet gemeten waarde achter de nul staan wel meetellend? Omdat dit is gewoon mega exact. Een meetwaarde is nooit mega exact. Ergens zal je stoppen, dus die lat die is exact op die meter. En dan houdt het op, een geo op de millimeter exact. En alles wat je meer dan millimeter neerschrijft, sorry. Maar dit is gewoon zo. Als ik tel, dan tel ik niet anderhalf mens. Omdat, ja, ik heb geen zwaard, dus dat zou ik ook niet willen. Ja? Maar moeten we nu even schoppen? Oké, dan gaan we... Ja, ja, is waar. Mogen ze Ja, want jullie komen gewoon hier weer terug. Ik zet hem hier op pauze. Oké. Oké, dus het concept van hoe die significante cijfers en die decimalen, hoe je die eruit haalt, dat is nu duidelijk, hè? Oké. Bij optellen en aftrekken ga je eens kijken naar die decimalen. Dan denk je van nou, leuk van dit, maar doen we niks mee. En juist bij vermenigvuldigen delen gaan we juist naar dit kijken en dan is dit niet zo interessant. Dus er zijn 2 verschillende regels. Optellen, aftrekken. Andere regel.
voor vermenigvuldigen en delen. En we hebben een goede vraag. Bij die derde bij de meetwaarde, als er dan voor 0,000102 staat, tel je hem dan wel mee als een significante cijfer? Bij deze? Ja. Als hier een waarde staat, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld tussen de 1 en de 2, bijvoorbeeld. Telt hij dan wel mee? Als hier een 0 staat? Ja. 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 En achter? Ja, ook. Dus alles wat ervoor staat is zonder waarde, al die nullen. Behalve als ik hier er eentje neerzet, dan telt het allemaal mee. Ja, als hier een 1 staat, telt hij vanaf hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mee. Als die 1 hier staat, dan zijn het er 6. Oké. Okay. Laten we een voorbeeld doen. Heb ik er zo neergezet, weet je wel, van heb ik daarvoor al opgeschreven, even de reminder. We gaan een voorbeeld doen. Ik ga hier zeg maar een paar van die getallen die ik daarvoor had, ga ik met elkaar vermenigvuldigen en die ga ik bij elkaar optellen. Nou, de stap die je moet doen is dat je zegt van, nou ik doe even rekenen, gewoon even rekenen. Hoppakee, pam. Gaat hier straks, als we hem op gaan schrijven als het antwoord is, en dan pas gaan we naar die significantie kijken. Nou, dit is oké, toch? Dat kunnen we. Maar nu gaan we kijken. Ik ga kijken, ik zeg deze met die 5. Ja, want ik was aan het vermenigvuldigen. Dus ik ga niet naar het aantal decimalen kijken, alleen het aantal cijfers ga ik checken. Bij die ook. Hé, wacht eens even. Het zijn niet gelijk. Welke wint nou? Nou, de minst nauwkeurige, dus de minst aantal cijfers, die verpest het. En die als het ware, die wint. Dus mijn antwoord moet ook in 1, 2, 3 cijfers worden weergegeven. Dus je checkt van hoeveel heeft deze, hoeveel heeft deze. De minste, dat moet ik ook terugzien in mijn antwoord. Nou, dus hoe gaan we dat doen? Ja, 3. Oké, dat wordt hem. Maar nu moet je hem als het ware zo gaan afsnijden. Maar, let op. Iets gebeurt hier. Oh, wacht even. Ik doe dat ook hiervoor. Bij deze doen we niet met... Ja, want we zijn hier aan het plussen. Plussen gaan we naar decimalen. Ik heb 1, 2. En bij die andere heb ik 6. En ook hier weer de minste bepaald. Dus mijn antwoord moet ook in het minste worden weergegeven. Dus, je moet ergens iets met 1. Ja, dus hier moet de streep. Dan heb ik de 1, 2. En hier 1, 2, 3. Goed, dus ik heb er een streepje neergezet. Ik ga hem hier zo als het ware afhakken, maar ik mag niet zomaar afhakken, ik moet nog even afronden. Toch? Dus je kijkt even naar dat stuk wat je zo weg gaat doen, je kijkt alleen naar die 7. Die 7 die rond ik dan af naar boven. Dus dan is dit je antwoord. Klopt het? 2, 6, 2. Ja, want die 1, die wordt met die 7 die je afhakt, wordt die omhoog afgerond naar 2, 6, 2. Oké, nou nu gaan we naar... Ik wil jou nog helemaal niet hebben. Als ik deze ga doen, dan zet ik hier het streepje. En dan is 2... Sorry. Ik ben helemaal buis. Jullie zitten me aan te kijken. Maar wat doe je nou? Want ik doe het helemaal verkeerd. Want ik moet naar kijken naar het aantal decimalen. 2,12 is het juiste, het goede, het beste, het enige antwoord. Yes? Ja, 2,12, hè, gelukkig. Nou, ik heb nog een bonusvraag. Stel je voor, we gaan 1000, compleet andere cijfers, die gaan we delen. Dan denk je, delen, dat is van die cijfers, hè. Ik weet dat het 500 is. Ik weet dat dit 1, 2, 3, 4, 5 zijn. Oké, die ga ik... En dit zijn er 2, 20 is 2. Dus hier moet ook 2 cijfers. Maar hoe krijg ik nou dit ding... Hoe krijg ik die gestopt in 2, want het zijn er 3. En jij weet het. 0,5 keer tot de macht. Ja, je gaat met de macht werken. Ofwel je doet 0,5 en als je dan 0, de komma hier neerzet, dan moet die eigenlijk keer 1, 2, 3, want je hebt die komma heb je dus verschoven. Heel gebruikelijk doen ze dat ze zeg maar eerst een cijfer niet 0.
Maar als je hier een 0 neerzet, prima. Maar dan moet je niet 0,5, een 0,50, want je wilt twee cijfers terug hebben. Oeh! Ja, we zijn eigenlijk. En dit is de wetenschappelijke notatie die je gebruikt. Dus, hoe ga je aan het werk? Eigenlijk in een notendop. Je gaat eerst checken, zijn we het aan het optellen, aftrekken? Of doen we deze, vermenigvuldigd D. Nou, als je deze doet, ga je het aantal decimalen ga je checken. Bij deze ga je het aantal cijfers checken. En dan, dat geldt natuurlijk alleen voor die meetwaarde. Hoe zie je nou in een opgave dat het een meetwaarde is? Ja, daar zul je een beetje in moeten oefenen. Je gaat kijken van zijn dat dus waarden die ze gewoon noemen. Bijvoorbeeld breken voor één hele dag of voor één heel uur. Oh, dat is gewoon een niet gemeten waarde. Hij wil gewoon echt voor de exacte waarde hebben. Die piece die ga je checken. Of we hebben 5 taarten, berekenen het gewicht. Want we hebben gemeten dat 1 taart 1,23456 kilo is. Hele zware taarten. Oké, dan is die laatste. Die massa van die taarten is dan, dat is gemeten. Anders, altijd, hoef je niet eens naar te kijken, als ik 5 taarten heb, hoef je niet naar te kijken hoe significant, want het is mega significant. Berekend, schrijf je antwoord op in het kleinste aantal, dus als je dit gaat doen, aantal decimalen, kleinste aantal cijfers. En dan zijn we klaar, kom je in nood, dan moet je correct afronden, of je gaat kijken naar die wetenschappelijke notatie. En dit is eigenlijk het hele verhaal over hoe je dus je antwoord vorm moet geven, hoe je moet afronden. Is het moeilijk? Het is niet heel moeilijk, hè? Maar ik kan je wel uitleg geven waarom dit zo gekozen is en dan denk je, laat maar. Ja. Maar er zit een hele wereld zit daarachter en dat heeft te maken met dat meetwaarden niet nauwkeurig zijn. En als je net gaat doen alsof het echt mega nauwkeurig is, dan kom je naderhand. Kom je in een probleem. Bijvoorbeeld die man die tapijt gaat leggen, die met te veel of te weinig komt, omdat hij denkt dat je het echt super exact hebt gemeten. Ja? Komt dit veel in de toets? Jazeker. In het begin word je er niet op afgerekend. Maar er zal een moment zijn dat we zeggen, en nu moet je volle bak al je antwoorden in de juiste significantie geven. Dat betekent dat als je een opgave hebt met 3 punten, dan is heel vaak zo dat je een punt krijg je omdat je de formule op de juiste manier met de juiste waarde opschrijft. Dan of je een goed uitwerkt en als laatste de manier waarop je je formule of je antwoord weergeeft. Dus als je als het 2,12 zou moeten zijn en je zegt 2,123456. Dan heb je het laatste punt dat je niet gepakt. Dus in plaats van een 10 kun je dan een 6,7 nog maar halen. Dus het heeft enige waarde, het heeft enige significantie. Ja. Grapje. Jullie mogen lachen met. Sorry. Okay. Leraren grapje.